De een is opgegroeid met verhalen, de ander heeft het zelfs meegemaakt. Het is een belangrijk stuk geschiedenis, wat veel mensen nog enorm raakt. Toch zijn we ons steeds minder bewust van wat zich heeft afgespeeld in het verleden. Want er verstrijkt steeds meer tijd tussen toen en het heden. Zo verwateren langzaam de herinneringen aan gebeurtenissen die allesbepalend waren. Aan alle mensen die zijn gestorven om andere levens te sparen. Laten we daarom met z'n allen dankbaar zijn en die momenten stilstaan. Zodat we nooit vergeten dat we dankzij hun in vrijheid kunnen bestaan. Ieder jaar op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En sinds enkele jaren ook de slachtoffers van missies en uitzendingen na 1945. Ieder jaar opnieuw en ieder jaar hetzelfde. Wordt het niet een kunstje? Wordt het niet herdenken om te herdenken? Want wat als over een aantal jaar de oorlog lang geleden is en er geen ooggetuigen meer zijn? En er andere rampen zich mondiaal hebben voltrokken die verser in het menselijk geheugen liggen? Met andere woorden, hoe wordt de herdenking nu gevierd? Ook in Sittard vieren we jaarlijks dodenherdenking. En we beginnen de dodenherdenking met een dienst van gebed en van zang in de Grote Kerk. En we bidden daar voor al degenen die geleden hebben tijdens de oorlog. Vanuit de Grote Kerk, en dan is het zo ongeveer 7:30, trekken we in stille stoet, zwijgend, naar het monument op de markt, waar de burgemeester en een krans leggen bij het oorlogsmonument in het hart van Sittard. En van daaruit trekken we hier naar deze plek. Deze plek waar de Nederlandse jongens hier achter me begraven liggen. Aan de andere kant Engelse soldaten begraven liggen. Waar we het Joods kerkhof hebben. Maar het is wel prachtig om ook langs die plek te gaan. Hier ligt de Witte van Ronde, een verzetsheld. Hier ligt de luitenant Kollard, die door vuur van Nederlanders om het leven kwam toen hij wilde waarschuwen: schiet niet op je eigen medegenoten. En op deze historische plek houden we dan nog een plechtigheid. En even voor 8 krijgen we het signaal tap toe. Let op, we beginnen. En dan volgen de 2 minuten stilte. En nadat dat gebeurd is, legt de burgemeester bloemen. En die bloemen worden gelegd ter nagedachtenis, ter ere, ter herdenking van al die gevallenen. En dat gebeurt achter op het plein. En op het plein daar zijn 4 mooie grote stenen plakettes waarop alle namen staan van alle omgekomen Sittardenaren. Militairen, burgers en degenen die zo wreed vermoord zijn in de concentratiekampen. En de hele plechtigheid wordt vervolgens afgesloten met de last post. Vanaf 10 mei 1940 was Nederland bezet door Nazi-Duitsland. Sittard ligt aan de grens, dus waren de gevolgen hiervan meteen merkbaar. 4,5 jaar zou Sittard onder Duits bewind staan. En alhoewel het dagelijks leven na een paar weken weer gewoon verder ging, werden de verschrikkingen steeds duidelijker. Sittard werd op 18 september 1944 bevrijd. Maar de dagen ervoor waren er al hevige bombardementen. Ook na de bevrijding van Sittard was de oorlog nog niet voorbij. Sittard werd 3 maanden een frontstad. De granatentijd was aangebroken. In de Sittardse stationshal loop je er waarschijnlijk talloze keren achterloos langs. Maar 2 bronzen plaquettes houden op stille wijze de herinnering levend aan het verschrikkelijke begin van de bevrijding. Op 1 september 1944 werd het Sittardse station gebombardeerd door zogenaamde Lightning-jachtvliegtuigen. Ja, ook hier staan we bij een monumentje waarbij we een heleboel mensen niet weten dat het er is in Sittard. Ook als ze het zien, misschien ook niet precies weten waar het voor is. En als je daarbij de vraag stelt, goh, werkt het dan nog, zo'n monumentje? Dan ben ik ervan overtuigd dat op het moment dat je zo'n monument opricht, dat je de namen van de mensen benoemt of dat je hier verwijst naar de slachtoffers, dat ze er dan zijn. Dan is het present. Dan is er datgene neergezet wat je wilde neerzetten. Maar het is natuurlijk wel zo dat het monumentje refereert aan een verhaal. En als dat verhaal niet meer vertaald wordt, ja, dan wordt de werking van zo'n monumentje natuurlijk steeds kleiner.
Ja, en hoe kun je dat verhaal dan blijven vertellen? Dat is een belangrijke vraag. Dat verhaal blijven vertellen heeft altijd te maken met het verhaal vertellen van mens tot mens. Dat je altijd zult kijken naar wat zijn overeenkomsten van het verhaal met mijn verhaal, waar haakt dat aan? En dan zijn er altijd dingen die je herkent ook in je eigen leven en die je dus gaan raken uit het verhaal. Zo heb je plakates in de stationshal, waarvan ik het bestaan ook niet kende. Ik heb me erin verdiept. Ik ben het verhaal gaan lezen. En dan lees ik dat Antonius Hunnekens nog net geen 19 was toen hij stierf. Doordat hij de Amerikanen wilde helpen. En tijdens dat helpen is hij door zijn hoofd geschoten door de Duitsers. En op het moment dat ik dan zo'n verhaal lees, dan denk ik bij mezelf, jemig, mijn dochter is nog net geen 19, of die wordt ook 18. En stel je voor dat mijn dochter zoiets moedigs zou doen en dat met de dood moest bekopen, zoals Antonius Hunnekens dat ook moest. Ja, dan schrik ik. Wat betekent die vrijheid die ik heb gekregen door de daden van Antonius Hunnekens, onder andere? En wat betekent dat voor mij nu, op dit moment? En dat verhaal vertellen betekent dat het ergens bij mij haakt, dat het resoneert aan mijn verhaal en dan gaat het weer leven. En op die manier zullen we de verhalen door moeten vertellen. Er zal vertaald moeten worden, er zal ook iedere keer weer vertaald moeten worden naar deze tijd. En we zullen dus het stokje over moeten dragen aan de jongere generaties na ons. Dus dat verhaal zal moeten blijven resoneren en dan zul je het moeten vertalen. Welke offers zijn er gebracht? Wat is er gebeurd? Op de Sittardse Markt staat het oorlogsmonument. Ook hier lopen we dagelijks langs, zitten eromheen op terrasjes of gebruiken het als fietsenrek. Maar wat verbeeldt het echt? En wat zit erin verstopt? In het Sittardse Stadsarchief horen we het verhaal. Op 4 mei 1957 werd dit monument, ontworpen door Charles Tangelder, overgedragen aan het bestuur der gemeente Sittard. Opreizend, te midden van de burgers deze stad, wil het de herinnering levendig houden aan oorlog, bezetting en bevrijding van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945. Ja, in het beeld is natuurlijk een uiterlijk, maar in het beeld, daar zit wat ik net heb voorgelezen. Dat zit daarin. Dat is een document waarin de namen staan. De namen van alle oorlogsslachtoffers. Voor zover ze bekend waren op dat moment. En eigenlijk heb je dus een serie van meer dan 200 verhalen, emoties, geschiedenissen van mensen. En het is aan ons om te zorgen dat die verhalen van die mensen, die slachtoffers van toen, die ook nog voortleven in slachtoffers, in hun kinderen, en dus eigenlijk, de kinderen zijn daar deels ook mee slachtoffer van, dat die verhalen ook in 2045 nog levend zijn. Ja, het is altijd lastig om precies in het hoofd van een kunstenaar te kruipen, maar wat hij wil uitbeelden is dat iemand, een van de twee figuren die kijkt naar beneden, dat is eigenlijk degene die is gebonden aan het aardse, aan de, aan de feiten van nu, aan het leed van nu, aan de invloed van nu, aan de politiek van nu, aan de macht van nu, aan het geld. Zo ongeveer drukt hij dat uit. De persoon die naar beneden kijkt, die, als je goed kijkt, zie je daar ook bij de handen dat ze gebonden zijn, dat hij geknecht is. Nou, dat verwijst natuurlijk ook naar de oorlogsperiode waarin natuurlijk de Nederlanders geknecht werden door de nazi's. En de andere die kijkt meer omhoog, die is meer van het onthechten, die kijkt meer naar het algemeen belang, die kijkt naar wat goed is voor iedereen. En in die tijd natuurlijk, we zitten nog in een hele religieuze periode, daar kijkt ook naar de hemel en naar het religieuze aspect. Wat we nu zien is het definitief ontwerp. Er is ook een eerder ontwerp. Dat heb ik hier als foto ook voor me liggen. Je ziet dat het ongeveer hetzelfde beeld is
als wat er nu getoond wordt op de markt. Het is alleen sprekender, het is ook iets religieuzer. Hè? Je ziet dat er wat gevouwen handen bij staan en dat is op het definitieve beeld niet zo. Het is sprekender, het is meer naar beneden gebogen, het is meer omhoog geworpen. Het is een ander beeld, het is ook wat smaller. Ik vind het zelf eerlijk gezegd mooier. Ja. Ik leg als burgemeester een krans, niet alleen omdat je burgemeester bent en tot uitdrukking brengt met die krans dat je de slachtoffers eert die in een oorlog zijn gevallen. Maar er zit ook echt een hele persoonlijke verbinding aan als burgemeester. Die ik eigenlijk pas heb ervaren toen ik voor het eerst aanwezig was ook bij een dodenherdenking. Mijn ouders die komen uit respectievelijk Arnhem en Nijmegen. Hebben in die zin ook qua leeftijd bewust de oorlog meegemaakt. Hebben de verschrikkingen meegemaakt van Operation Market Garden die precies daar eindigde. En wat dat betekende, mijn vader in de frontstad, mijn moeder die elkaar natuurlijk toen nog niet kenden, waren daar nog te jong voor, maar wel in bevrijd gebied. De verhalen daarover die ik later hoorde waren echt heel klein. Heel af en toe kwam daar even een opmerking over. En dat raakt in de kern precies dat waarom die krans die ik hier leg en die als burgemeester leg, waarom dat zo belangrijk is. Want je haalt op dat moment even die geschiedenis nabij. Is het de vrijheid die we nu ervaren in het contrast met de onvrijheid die in die bezettingsjaren speelde in Nederland, maar vooral ook de slachtoffers die dat gevergd heeft, heel tastbaar nabij. En dat vind ik van die kranslegging op die 4e mei, 8 uur 's avonds, als we even stil zijn geweest en daarna dat moment hebben, dat vind ik een heel mooi en moment ook wat je koestert, wat je nabij haalt. Herdenken, hoe doe je dat? Is het iets dat je samen doet volgens een vast protocol? Of kun je het ook alleen op je eigen manier? Zoals bijvoorbeeld de heer Clemens het op zijn eigen manier doet. 18 september 1944 zijn wij 's morgens bevrijd van de Duitsers. Maar aan de overkant van de Rijksweg, tussen de Steenweg en het stationskwartier, daar waren de Duitsers nog bezig. Op de markt is toen het feest begonnen en een broer van mij, van 21 jaar, is hij naar de markt gegaan naar zijn vrienden, want er was bevrijdingsfeest. Helaas zijn de Duitsers teruggekomen. Op de Steenweg had een zitter daarnaar een Duitse soldaat neergeschoten. En dat moest natuurlijk gewroken worden. Toen hebben die een man of 15 van een groep hebben ze meegenomen. De volgende dag, dus 19 september, zijn ze van daaruit vertrokken via Overhoven, Nieuwstad, naar Roermond gewandeld. Maar onderweg zijn heel veel van die mannen vrijgekomen. Mijn broer heeft een vriend, Harry Eelen, dat was een voetballer, ook van Zitterse Boys, heeft hij nog op een hooimeid geholpen. En die kon dus terug naar Overhoven-Sittard. Maar mijn broer is toen met nog twee anderen, Frans Gedron en Frans Eijk, de verkeerde richting opgelopen, richting Mille. En daar hebben de Duitsers hem dus gewoon weer gepakt en meegenomen naar Roermond. Die zijn dus inderdaad opgehaald en richting Elm, dat ligt tegen Roermond aan, in de bossen zijn ze neergeschoten. Twee jongens waren direct dood. Mijn broer was nog niet dood, wel zwaar gewond. Die heeft daar een dag en een nacht gelegen. De politie van Elmt, de Nederlandse politie, gewaarschuwd heeft. Hier liggen 3 jongens, 2 zijn er al dood. Eentje wordt nu door Nietzsche, dat was een Duitse officier, doodgeschoten. Maar wij hebben nooit meer iets van de 3 jongens gehoord. Vader is in 40 overleden, had een graf, maar dat graf dat moest geruimd worden omdat daar een weg op de kerkhof gemaakt werd. Toen heb ik moeder gevraagd, we laten pap toch niet ruimen? Nee, zegt ze, ik koop een graf voor altijd. Dat was in 1968,
dus 28 jaar later, dan kan, als ze de jongen vinden, kan hij bij pap begraven worden. Dat is helaas nooit gelukt. Hij is altijd bij mij. Dat de kinderen zeggen, ja maar pap, dat is 75 jaar geleden. Ik zeg, kan 100 jaar geleden zijn. Als ik me neerleg, had ik het graag geweten. Maar lukt niet. Lukt niet. Dat kan zich niemand voorstellen wat het betekent dat je dierbaren niet kunt begraven. Dat is het laatste wat je voor iemand kunt doen. En wij hebben dat nooit kunnen doen. Karen speelt ieder jaar de last pose tijdens de dodenherdenking. Speel je een muziekstuk of doet het iets anders met je? Tapto spelen is niet zo eenvoudig als het lijkt. Als je de partituur ziet, denk je, ach, staat niks voor. Maar het is op een koperblaasinstrument eigenlijk een soort van technische oefening. Je gebruikt je ventielen niet, dus je moet alles met je lipspanning doen. Dus op het moment dat ik speel, ben ik heel erg geconcentreerd bezig met dat technische gebeuren van het trompetspelen. Tapto-signaal, dat is het signaal wat je hoort te blazen op 4 mei. In Sittard heb ik vorig jaar voor het eerst het tapto-signaal gespeeld, omdat ik de jaren daarvoor de last post altijd gespeeld heb. Wat is nou het verschil tussen het tapto-signaal en de last post? Eigenlijk niks. Het zijn allebei de signalen die gespeeld worden aan het einde van de dag. Maar het tapto-signaal bestaat al veel langer en is een Nederlands signaal. En het last post signaal is in gebruik gekomen na de Eerste Wereldoorlog en bij de Engelse militairen. Dus het is eigenlijk geen signaal van ons, maar wel heel bekend hier bij ons. Wat doet stilte met je? En wat voor een werking heeft stilte? Je zou denken dat stilte te maken heeft met de afwezigheid van geluid. En toch is dat niet helemaal het geval. Want als je stil wordt, word je eigenlijk vooral heel ontvankelijk voor de wereld om je heen, maar ook in je. Die 2 minuten stilte zorgen er ook voor dat het anders is dan anders. Ons dagelijks leven bestaat veel uit lawaai, drukte, we zijn bezig. En die 2 minuten stilte zorgen ervoor dat het moment uitgetild wordt boven datgene wat we in het dagelijks leven meemaken. Twee minuten stilte. Waar denk je aan? Tijdens de 2 minuten stilte denk ik aan mijn familie en vrienden. En wat zij betekenen in mijn leven. Tijdens de 2 minuten stilte denk ik aan het onmetelijke verdriet wat verbonden is aan oorlog. Aan het verlies van dierbaren die sneuvelen, die omkomen, omdat zij hebben gevochten voor onze vrijheid. En denk ik tegelijkertijd ook aan het moment van nu, waarbij ik stilsta aan het feit dat we hier in het Europa, wat we nu kennen, ook een hele bedreigde situatie en een bedreigde tijd leven. Waar heel veel druk zit op de saamhorigheid, op het samen zijn, op de verbondenheid ook in Europa. Terwijl ik ook heel erg overtuigd ben tot in mijn hart dat Europa samen de enige duurzame oplossing is om nooit meer oorlog te hebben op ons continent. En dat komt in die 2 minuten allemaal samen in mijn hart, in mijn hoofd en voel ik heel intens. Waarom doen mensen dit voor elkaar? Welke mensen doen dit? Zou ik dat doen? Zouden mijn kinderen het doen? En dat zijn vragen waar je waarschijnlijk nooit antwoord op krijgt, behalve op het moment dat het zover is. Tijdens de stilte realiseer je dat er veel jonge mensen begraven liggen op het kerkhof. En dan ga je nadenken over je eigen kinderen en de sterfelijkheid. En ook dat deze jongens van huis zijn weggegaan en nooit meer naar huis zijn teruggekeerd.
tijdens 2 minuten stilte denk ik, ja, toch vooral aan kinderen. Mijn eigen kinderen, kleinkinderen, maar die kinderen van destijds. Mijn vrouw heeft een verhaal geschreven, ooit indrukwekkend verhaal vind ik, over haar beste vriendin. En haar beste vriendin, die heeft ze nooit gekend, want die was nooit geboren. En dat, aan dit soort dingen, dat denk ik dan. Tijdens de 2 minuten stilte denk ik aan al die ouders, die Joodse ouders, die hier bij elkaar gedreven werden met hun gezin, dagenlang in een trein zaten, in een kamp kwamen. Wat moeten die zich zorgen hebben gehad? Ik ben zelf vader. Wat moeten die pijnen hebben gehad? Omdat ze wisten dat hun kinderen zo wreed vermoord zouden worden. Dan denk ik vooral aan mijn moeder, een vreselijk lieve vrouw, die 4 kinderen heeft afgegeven, waar ze alle 4 niet heeft mogen begraven. 2 kleintjes die werden gewoon in een kistje geduwd en werden naar het kerkhof gebracht door een van de mensen van de uitvaartvereniging. Daar mochten de vrouwen niet bij zijn. Frits is door de Duitsers vermoord. Daar was ze niet bij. En de 2e zoon, Guus, was in Australië. Is daar helaas op 40-jarige leeftijd heel jong overleden. Daar was moeder ook niet bij. Maar ik heb een brief van moeder. Die heeft ze gestuurd naar mijn zus. Die woonde toen in Amsterdam. Waar ze altijd maar praat over de jong. Daar neder is teruggekomen. De jongen die ze niet meer heeft gezien en die ze op 21-jarige leeftijd heeft moeten afgeven. De jaarlijkse herdenking heeft zijn vaste protocol. Maar mag dat veranderen? Zich aanpassen aan de tijd? Met andere woorden, wordt 100 jaar bevrijding in 2045 nog op dezelfde manier herdacht? En hoe ziet zo'n herdenking er dan uit? 4 mei moet een avond zijn waarop we elkaar waarschuwen. Waarop we tegen elkaar zeggen, dit mag nooit meer gebeuren. Al 75 jaar herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Manieren van herdenken veranderen. Gaan mee met de tijd naar behoefte van de mens. En herdenken blijven we. Altijd. De een is opgegroeid met verhalen. De ander heeft het zelfs meegemaakt. Het is een belangrijk stuk geschiedenis, wat veel mensen nog enorm raakt. Toch zijn we ons steeds minder bewust van wat zich heeft afgespeeld in het verleden. Want er verstrijkt steeds meer tijd tussen toen en het heden. Zo verwateren langzaam de herinneringen aan gebeurtenissen die allesbepalend waren. Aan alle mensen die zijn gestorven om andere levens te sparen. Laten we daarom met z'n allen dankbaar zijn en die moment stilstaan. Zodat we nooit vergeten dat we dankzij hun in vrijheid kunnen bestaan. Thank you.